We hadden het Mirror Park? Ja, Mirror Park. Oké, goed. Ik ga de start-up doen. Ready. Okay. Lifeline 2 MK. Lifeline 2 geen brug. Wij zijn onderweg naar Mirror Park voor een medische noodsituatie. Heeft u meer informatie voor ons? Ja, ten eerste, goedemiddag Lifeline 2. De ambulance heeft een bijstand van jullie gevraagd. Het treft een auto tegen een boom in het park. Oké, begrepen. Jongens, secundaire inzet. Ambulance vraagt onze hulp bij een ongeval met beknelling. Yo. Oké. Waar het is, piloot? Albrecht. Weet je waar het is? Ongeveer. Mirror Park, geloof ik hier links voor ons. Ja, precies, bij dit wijkje. Ja. Oké, we maken even een linksomdraaien rondom het incident. Park in zicht, 12 uur. Als jullie even mee willen kijken, rechterzijde. Ja, ik zie het. Ja, ambu brand weer in zicht. Politie onder ons in zicht en de landing bij de politie inzetten. Maken een linkse draai. We houden rekening met de palen. Ja, als je draait hoe je nu staat, dan kom je volgens mij geen palen tegen. Ja. Rechts vrij? Ja. Neem de tas mee. Tot zo jongens. Ja, kunnen jullie ons daarheen brengen? Ja, natuurlijk. Stap maar in. Stap maar in. Middag. Goedemiddag. Even kijken of alles nog eraan zit hoor. Ja, ze zien wel hè. Ja. Komen zou eens niet zijn. Is het ernstig? Ik ben er zelf nog niet geweest. Ze zijn meteen door de meldkamer doorgestuurd naar deze locatie om jullie op te pikken. Meldkamer zijn wel altijd vrij ernstig. Oké. Ronto was op de plaats, dacht ik. Ik weet niet of jullie iets hebben gezien vanaf boven. Ja, we hebben brandweer en ambulance gezien. Oké. En jullie waren voor bijstand bijgeroepen? Bijstand vanuit de ambu, ja. Oké. Druk gehad vandaag? Nee, is eerst melding. Oh. Avonddienst, hè, dus ze zijn net begonnen. Ja. En jullie ook net begonnen of bijna klaar? Ja, nou ja, we zijn van de avonddienst. Dus we zijn nog tot 11. Ja, wij ook. Goed, weet jij of hij mij komt ophalen?
Ja, hij komt je ja? Zeker uit. Ja. Even kijken, even bespreken wat we gaan doen. Het is natuurlijk wat verder, dus ik wil wel even horen of we met de heli gaan. Ja, als we met de heli gaan vervoeren, willen we hem tot hier krijgen? Ja, dan gaan we even kijken. Misschien toch de... Dat ik de heli nog in het park kwijt kan. Maar ik ga het horen van de arts. Doe even mijn helm af hoor. Jo, top. Zo. Jo, ik blijf hier. Ja, graag. Zeg maar, hebben toch een gekke impact. Ja, succes. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Wat een luxe. Nieuwe Audi. Ja, helemaal nieuw. Mooi ding, man. Is die ernstig? Wat zeg je? Was die ernstig, het incident? Ja, het zag er wel pittig uit, ja. Oké. Okay. Nou ja. Nou, gaan we eens kijken. Dankjewel. Succes, man. Hoi. Zoals het nu lijkt gaan we wel met de ambulance naar het ziekenhuis. Met de ambulance. Oké, okay, is goed. Dan wacht ik nog even tot jullie hem draait. Hem of haar? Het is een, gaat om een vrouw. Oké, okay, dan 30 jaar. Oké. Okay. Wanneer even tot jullie mevrouw eruit halen, dan ga ik de heli niet klaarmaken voor vervoer. En dan de verpleegkundige gaan we met mij meenemen gaan. Ja, die gaat weer met jou mee. Okay. En dan meeten we wel weer bij het Erasmus. Ja, Erasmus, bovenop. Jo. Oké. Okay. Zie je daar. Jo, tot zo. Tot zo. Ja jongens, zijn jullie klaar voor vervoer? Ja? Oké. Okay. Oké, piloot, wij gaan nu richting Erasmus. Oké. Okay. Zo, nou ze gaan nu naar het ziekenhuis. Wij gaan met z'n tweetjes weer daar naartoe vliegen. Oh, jullie gaan er allemaal bovenop landen. Ja, ja, ze gaan niet mee met ons. Ze gaan met de Ambu mee. Oké, kan ik vertrekken? Ja, laat de Ambu maar even voorgaan. Die zal hier een omdraai. Ja. Ja. Yes. Hij staat er nog hoor. Jazeker, bewaakt door de collega. Ja, dankjewel hè. Tot de volgende. Yo, fijne dienst. Ja, wat was het?
Ja, viel mee denk ik. Als we snel eruit, nu naar Erasmus, wij gaan daar ook heen. Is goed. Bedankt. Tot de volgende. Jo. Helmpjes op. Ja, ik ga hem even pakken. Ja, ik ook. Je kan. Oké. Achterdeur is niet goed dicht. Doe jij radio verkeer meldkamer? Ja. Retour richting Erasmus. Ja, is goed. Lifeline 2 MK. Lifeline 2 is bericht. Ja, wij gaan retour Erasmus. Wij gaan nu opstijgen. Onze arts is mee met de ambulance richting Erasmus. Ja, dat begrijp ik. Jullie gaan naar Erasmus. Fijne vlucht. Dank u wel. Uit. De lantaarnpalen waren gevaarlijk. Ja, het is hier allemaal een nieuwbouwwijk en dan doen ze de lantaarnpalen als eerste. Ja. Maar goed, ergens anders konden we ook niet echt. Nou, Erasmus is om de hoek, hè. Gelukkig. En we vragen genoeg brandstof. Ja, zeker. Is net bijgetankt. Oh. Staan ze er al? Ja. Pak de rechter. Ja. Ik ga melden dat we er staan en dat we zo weggaan. Ja, haal de achter maar even op. Ah, hallo. Zo. Viel achteraf mij of niet? Nou, dat is toch wel ernstig hoor. Oké. Ja. Yo, we kunnen. Ja. Lifeline 2 MK. Lifeline 2 ging weer. Wij vertrekken weer vanaf Erasmus richting Rotterdam de Heek. En daar zijn we beschikbaar over. Ja, dat mag ik een fijne vlucht. Arts, heb je je tas wel bij je? Wat zei je? Heb je je tas wel bij je? Ja, die heb ik meegenomen, toch? Nou ja, ik zag hem niet. Ik ga niet terug hoor, jongens. Ja, dat is goed. Dus heb ik die hier naast me liggen. Dan pakken we voor de melding auto wel. Daar zit er toch een extra tas in. Ja, precies.
kneuters trekken ook gewoon uit de auto. Ja, kan ook nog. Zo. Zo, nou, tijd voor koffie. Tijd voor koffie.